Welkom, beste leerlingen, bij dit tweede instructie in filmpje van de tweede lesweek. Ditmaal weer met een PowerPoint en dan zien jullie in het groot de titels verschijnen, instructies schrijven en geven en daaronder de cursusonderdelen. Ze sluiten deze keer niet op elkaar aan, dat wil dan ook zeggen dat er een hoofdstukje tussen zit waar we het deze week niet over gaan hebben. Nu instructies schrijven en geven en de titels pen en papier aan het woord, geven het eigenlijk al weg. Dit gaat een hoofdstukje zijn, een lesje zijn dat gaat over schrijven en spreken. Dat wil dan ook zeggen dat jullie niet alles in jullie cursus kunnen en moeten invullen. Vlog dus zeker aandachtig mee, dus dat je niet te veel werk zal doen. Stel je dan een keer voor. Nu, instructies geven en schrijven is helemaal niet zo simpel, maar best wel grappig. Denk maar aan die keren dat je geprobeerd hebt om iets uit te leggen aan iemand die jonger is dan jezelf. Bijvoorbeeld een broertje of een zusje of iemand die je kent. Zo'n jonger kind daar iets duidelijk aan maken, dat is helemaal niet zo makkelijk. Leg maar eens een spelletje uit aan een zesjarige. Dat duurt vaak eindeloos en dan nog lukt het vaak niet helemaal. Of denk maar aan al die grappige keren, of eerder frustrerende keren, dat je probeerde iets uit te leggen aan je ouders. Bijvoorbeeld waarom TikTok nu eigenlijk zo leuk is. Of hoe je iets moet doen op een smartphone. Dat is niet zo simpel. Hangt ook sterk af van je publiek natuurlijk. Maar we gaan hier eens een keertje kijken hoe je dat instructie geven en ook zelf begrijpen, hoe je dat makkelijker kan maken en wat er eigenlijk allemaal op moet letten. Als jullie er je cursus bij nemen op pagina 342, zien jullie meteen een eerste kleine oefening verschijnen, waar jullie zelf een kleine instructie moeten neerschrijven. Bijvoorbeeld, hoe bak ik pannenkoeken? Nu, als je geen pannenkoeken kan bakken, dan kies je voor iets anders. Bijvoorbeeld, hoe doe ik een jas aan? Of hoe zet ik een filmpje op YouTube? Bijvoorbeeld. Je probeert het even en probeer dat allemaal kort en bondig te doen. Zodat je zelf al even een idee hebt van, kan ik dit nu eigenlijk wel? Vind ik dit makkelijk of niet? Dan volgen er twee teksten. Goed gekozen en pita-pizza's met enkele vragen bij. Je leest bij de teksten en vult nadien de vragen in. Op de volgende pagina dan zien jullie een kennisconfer verschijnen en die is erg belangrijk. Hoe kan je nu goede instructies geven en neerschrijven? Wel, instructies is eigenlijk een ander woord voor een soort stappenplan. Je ziet hier een voorbeeld. Wat zijn de kenmerken van goede instructies? Vooral dat ze bondig, maar duidelijk zijn. Het heeft helemaal geen zin om een hele lijst van zaken neer te schrijven. Een stappenplan wil net zeggen dat je alles in duidelijke stapjes zet. En dat je dus ook maar telkens één ding per keer vraagt. Als je gaat kijken, noteer je huiswerk in de klas. Dat is één ding. Ik ga niet vragen, noteer en controleer al meteen je huiswerk in de klas en zorg ervoor dat je agenda tiptop in orde is. Dat is veel te veel tegelijkertijd. Je weet zelf al van jezelf al gauw dat als er te veel zaken tegelijkertijd gevraagd wordt, dat jullie het niet kunnen. Laat staan iemand die jonger is dan jullie, of ook iemand die ouder is. Dus je zet altijd maar één ding per stapje. Zorg er ook voor dat je altijd duidelijk bent. We gebruiken erg vaak bevelende zinnen. En bevelende zinnen beginnen met een werkwoord. Dat zie je hier ook. Noteer, controleer, plan, vink, maak en vink. Maar wees daarbij wel ervoor attent dat je beleefd blijft. Dat je dus niet heel erg dicterend overkomt, maar dat je eerder iemand in de goede richting probeert te sturen. Je kan daarbij ook opsommingstekens gebruiken. Zoals hier, hier hebben ze cijfers gebruikt. Je kan ook sterretjes, je kan vinkjes gebruiken. Dat gaat allemaal. En wat ook heel vaak gebruikt wordt, zijn signaalwoorden. Om duidelijk te maken in welke volgorde zaken moeten gebeuren. Bijvoorbeeld, ten eerste pak je de bloem, weeg je 200 gram af, en ten tweede, en zo verder. Daarbij kan je opdracht 4 op pagina 345 maken. En opdracht 5 op 346 is vrijblijvend. Dus je ziet daar enkele voorbeelden van hoe je goede instructies kan neerschrijven. Natuurlijk moet er ook gesproken worden. Op pagina 357 dan, we slagen even een hoofdstuk over, zien jullie de titel De Instructie. Ik heb hier een filmpje in de PowerPoint ingevoegd dat jullie nadien even kunnen bekijken. Als je op Smart School de PowerPoint opendoet, kan je de link naar het filmpje kopiëren. En je ziet het hier al verschijnen, dagelijkse kost 1.be
pannenkoekentaart. Dit is wel degelijk een recept van Jeroen Meus, waarin hij deze fantastische pannenkoekentaart neertovert. En je gaat al gauw merken dat Jeroen Meus een kei is in het geven van duidelijke omschrijvingen. Hij geeft heel duidelijk aan wat hij precies doet en hij laat het ook zien. Mensen hebben dat vaak graag, dat ze niet alleen zaken moeten lezen, maar dat ze het ook kunnen zien. Vandaar ook de populariteit van dit soort receptenprogramma's. Op pagina 358 dan mogen jullie Jeroen een score geven. Normaal gezien moesten jullie een ander filmpje te zien krijgen. Dat zie je bij opdracht 3. Dat kunnen jullie dus niet invullen, want dat filmpje gaan we dus niet bekijken. Maar op pagina 358, in plaats van Bartel van Riet zonnetjes en wolkjes te geven, kunnen jullie dat nu even doen met Jeroen Meus. Daar hangt natuurlijk ook een opdracht aan vast, een schrijf- en spreektaak. Let dus goed op, het zijn twee zaken. Wat gaan jullie doen? Jullie gaan Jeroen zelf nabootsen. Jullie gaan zelf een recept kiezen. Jullie gaan dat uitschrijven en presenteren. Wat ga je dus moeten doen? Je gaat een receptje kiezen waar je minstens 5 stappen bij nodig hebt. Kies dus niet het receptje ik snij een appel, want dan heb je geen 5 stappen. Je kiest dus iets dat op zijn minst 5 instructies nodig heeft. Je gaat dat receptje netjes uitschrijven. Denk aan die vorige zaken die ik gezegd heb. Denk aan bevelende zinnen. Gebruik correcte signaalwoorden. Wees kort en bondig. Gebruik opsommingsteken. Zo'n zaken. En nadien ga je jouw recept ook echt koken en maken. En ga je jezelf daarbij filmen. Net zoals Jeroen Meus. Zorg daarbij dat je filmpje minstens 1 minuut lang is. Je mag daarbij kiezen tussen zoet, zout, warm, koud, zomers, winters. Het mag zelfs een soort van drankje zijn. Dat mag je allemaal zelf kiezen. Zolang datgene wat jij maakt, toch 5 stappen lang is. Jezelf op Smart School vind je nog een uitgebreidere versie van deze opdracht. En je vindt daar ook meteen een blad met een mooie hoofding waaronder jij jouw recept kan uitschrijven, zodat het meteen netjes uitgeschreven staat. En je vindt er ook de evaluatiefiches, zodat je weet waar dat je punten op krijgt en dat je daar ook rekening mee kan houden. Dus je kiest volledig zelf wat je maakt. Het mag een slaatje zijn, dat mogen pannenkoeken zijn. En je moet niet alles zelf maken. Als je bijvoorbeeld graag pizza wilt maken, maar je kan dat deeg niet maken, maar al de rest wel, dan moet je geen pizzadeeg maken. Je koopt het gewoon en je vertelt dat gewoon in je filmpje van kijk, ik heb dit pizzadeeg en je rolt dat uit. Wees er attent op dat je in je filmpje duidelijk stappen geeft en dat je duidelijk laat zien wat je precies aan het doen bent. Zodat, net zoals bij Jeroen Meus, als ik het zou willen, ik jullie recept kan namaken. Nog enkele tips. Ik had hier al gezegd, evaluaties staan online, dus ga daar zeker kijken zodat je weet waar je punten op krijgt. Schabloon voor schrijftaak is daar ook te vinden. Dus als je gaat kijken bij taken, bij digitaal lesgeven, bij taken, kan je een document openen met eerst heel de uitleg, dan een schabloon voor je schrijftaak, dus gewoon een Word document waarin alles al netjes is klaargetypt. En dan zie je beide evaluatiefiches voor jullie schrijf- en jullie spreektaak. Mocht het zo zijn dat de kooktijd erg lang is, dat je bijvoorbeeld je wilt iets maken met aardappelen, je laat zien hoe je die aardappelen schilt en nadien wil je die koken, ja, dat duurt dan wel waarschijnlijk weer een kwartier tot 20 minuten, dan mag je steeds knippen en plakken, anders wordt het misschien wel een beetje gênant. Dat kies je volledig zelf. Let er alleen weer op dat je dit niet voor hebt, want dat zou helemaal jammer zijn. En dan kijk ik uit naar jullie recepten. Mocht er nog vragen zijn, volgt er steeds een live sessie of kan je mij mailen, maar ga altijd steeds even kijken op Smart School wat daar nog verder staat. Veel succes en tot volgende week!